Okay, het is woensdagmiddag, dag 2 van de zitblokkade. Wie bent u? Bart Plaatje. Okay, en waar ben je van? Ik ben beroepsmatig ben ik vakbondsbestuurder, maar ik ben hier vandaag vooral ook als mens. Okay, en wat vindt de mens van wat we hier doen met Code Rood? Ik vind het geweldig dat jullie aandacht vragen voor de noodzakelijkheid dat onze maatschappij stopt met fossiele brandstoffen. Ik vind het geweldig dat er aandacht blijft en komt voor de aardbevingsproblematiek die de mensen hier in Groningen meemaken. En ja, als niet iemand laat zien dat er dingen gedaan kunnen worden, dan zullen andere mensen ook niet gaan bewegen. Dus elk vonkje wat de Groningers kan helpen is natuurlijk welkom. Okay, en heb je nog dingen als vakbondsman die je belangrijk vindt? Ja, ontzettend belangrijk. Kijk, als je naar fossiele brandstoffen kijkt, er is ook heel veel werkgelegenheid van afhankelijk. Dus mochten wij als maatschappij uiteindelijk zo verantwoord zijn om te beslissen dat het anders moet, dan zullen veroorzakers en verdieners ook mee moeten betalen naar een maatschappelijke oplossing. Ik vind dat een belangrijk punt voor iedereen die in die industrie werkt. En ik vind ook dat we nooit het respect mogen verliezen voor de mensen die in die industrie werken. Die staan aan dezelfde kant als iedereen die nu aan het actie voeren is. Dat vind ik een belangrijk punt dat eigenlijk iedereen moet proberen te onthouden. Tegelijkertijd heb ik hier ook dingen zien gebeuren, helaas zo nauw toe nog in beeld, waarin demonstratievrijheid wordt ingeperkt. En daar maak ik me ernstig zorgen over. Ja. Als ik aangifte wil doen op politiebureaus, is er amper personeel. Maar raak een hekje van een naam aan en er ligt een lat in je nek. Ja. Dat is volgens mij niet de kant die we op moeten. Ja, heel goed. En je bent Groninger, denk ik? Ik ben een Drent. Twent, oh oké. Okay. Een Drent zelfs. Een Drent, sorry. Denk aan Hunebed. Okay. Nou ja, of je een boodschap dan voor de Groningers hebt? Ik heb zeker een boodschap voor de Groningers. En die is, op het moment als je niet weet hoe je dingen zult oplossen, gaan mensen ook niet nadenken over een probleem. Ik denk dat je hier kan zien hoe je met elkaar plannen kan maken om de richting een oplossing te werken. Ik hoop dat men hier inspiratie uitput. Veroordeel het niet, bekijk het en kom ook vooral kijken. Kom hier ook als mens en ga in gesprek en ga kijken wat er gebeurt.